Nou ja, als we hier naartoe gaan, gaat de deur open. Dan kunnen we nog een gouden bolt halen. En hier kunnen we onze volle levens krijgen. Fuck, dus ik moet toch Google Chrome opnieuw opstarten. Dretje, dat is onbeleefd, onbeschoft. Ik kan het niet geloven. Whatever. So, hoe zit dat dan tussen elkaar? Like, je komt hier eens in de zoveel tijd. Het zit zo. Het heeft twee upgrades. Nou, in de eerste playthrough ga je waarschijnlijk niet de tweede krijgen, want het is best wel duur. Maar in de eerste like, heb je vier. Like, in de normale playthrough heb je vier levenspunten. Eerst geeft het je één levenspunt erbij. Daarna geeft het je een totaal van 8 levenspunten. Dus we hebben nu 8 levenspunten, we hebben nu de maximale HP van het spel. Voordat we de gouden bol gaan halen, dan gaan we eerst eventjes naar de andere kant. Wat mensen hebben het uiteindelijk. Het is helemaal onsterfelijk. Niemand kan ons verslaan, hè? Niemand kan ons verslaan. En ik ga nog steeds dood op domme manieren. Laat mij zitten. Het is een beetje de I have one and no fear meme. Hm? Het is een beetje de I have no fear. Dat ding, dat is scherp. Oh ja, de ketje tot penneus, dat wijt hier, ik dacht van. Oh ja, ik ben vergeten om dat bij te doen, de kleurverandering. Verbetering. En is het weer hier. Jesse, wat ben jij aan het doen? Wel, dit is een awkward situation. Hanging on the edge of tomorrow. Living on the edge! Sorry, maar ik ben fucking Rambo. And fuck you. Nou, elke keer leven in het spel, gaan deze vuurdingen in een ander soort ritme. Best wel interessant. Ik ben het aan. Ja. En altijd klootzakken, alles optekenen en zo. I know, right? Ik ben een fucking pelipper zuid. Wat wil ik eerst wel? Shut up. Pelipper is shit. Ik heb hem eigenlijk wel gebruikt in een run van Emerald. Ik vond hem eigenlijk wel leuk. Maar ja. Competitief is alles. Pelipers, kijk naar Paul. Beste kracht, helemaal nu dat je Ability Draw heeft. Of nee, Ability Draw, dat wil Drizzle heeft. Ja. Is hij zo'n beetje je fysieke tank? Met een bonus van dat hij lekker hurricanes, dat hij altijd rakende hurricanes heeft en krachtige ijzerhurricanes. Nee, fuck. Drizzle, de beste ding aan hurricane is gewoon is de drizzle en de vlieg aan water die hij heeft. Dat werkt echt goed. Je bent aan het knippen nu. Dus alleen als hij nou het ding had. Donder had, was hij gewoon compleet. Sorry, dus ik verstond daar helemaal bijna niks van. Nou, ik laat het toch wel, dan ga niet eens opnieuw zeggen. Oké, ik hoor het dan wel wanneer ik het aan het bewerken ben. Wat de shit. Had je developer gezien toen je nog een paar keer voor jezelf speelde? Ik heb developer gebruikt in een run, ik vond het wel leuk om te gebruiken. Nee, gewoon in denk ik. Niet competitief zelf, ik heb geen regenteam gemaakt. Je hebt ook veel developer gezien dus. Ik heb wel Pelipper gezien. Hij komt best wel vaak voor. Samen met. Ik zie best wel vaak met Swampert ook. Komt hij ook met het ding erbij? Wat is die Pokémon's naam? Politoed? Ja. Of is Pelipper niet meer nodig wanneer Pelipper? Soms wel. Ja. Maar als je erover nadenkt, Pelipper heeft de potentie om een like, wat grass counter te zijn. Ja. Hij is de perfecte grascounter, is er 4 keer sterk tegen. Nee, eigenlijk niet. Maar hij kan Hurricane. Ja.
Dan sta ik je altijd rakende hurricane. En er zijn niet zoveel gasten voor dat ze daar weerstand op hebben. Of tenminste, een verdediging hebben. Ik zou zeggen, misschien kan een Venusaur het overleven. Mega Venusaur. Ik kan eentje overleven. Ik denk dat, dat als beide like, het volle HP in de kap komen. Er is een kans dat ik denk dat Venusaur gaat winnen, maar met heel erg veel schade oplopen. Ja. Oh ja, Trinity Fly is een ding tegen. Tegen pijn. Als een vijand een andere vijand schiet, dan doet het pijn. Dus of wel. Dat is nice. Ik weet eigenlijk niet waar de blokschepen hier nog zijn. Ik dacht dat ze de paleis hebben verlaten, maar blijkbaar niet. Er zijn nog mensen die aan het bewaken zijn. Er zijn nog geheime plannen hier in deze planeet. Ja. Blijkbaar. Zoals de coole dingetje kan halen op de vuurplaneet, mijn favoriet. Gelukkig hoef ik geen breinen meer te verzamelen. Gelukkig. Oh fuck. Wat kreeg je ook weer toen je al die brein had verzameld? Fucking magneet. Dat is right. Ik heb lijkt fucking 100 breinen verzameld voor een magneet. Ik voel was het tijd waard. En ik voel me beledigd. Nee, dat was het tijd waard. Nee. Echt niet. Hello again, everyone. Supreme Executive Chairman Drek here to fill you in on our progress. We have now found the perfect orbit for America will never be a socialist country. For the optimum temperature all year round. Oh. However, there is a planet now occupying that orbit, and sadly, for its few insignificant inhabitants, it must be destroyed. That's why we've created this. The Planet Buster Maximus, a device capable of blowing an entire planet into subatomic particles. We're quite proud of it. Here's how it works. We attach the Planet Buster to this ship, fly it into orbit around the planet, and let it go! Kaboom! Quite ingenious, really. Once our trained professionals put the finishing touches on our new planet, everything will be complete. Thank you! Goodbye. Now this guy's gonna blow up an entire planet? That's just mean! Dat was hij toch de hele tijd al aan het doen. Look, I'm still gunning for Quark. If we end up taking out Drek too, hey, fine. What? You do care. Don't push it, pal. Nou, ah, oh, fucking hell, als je niet soon out zegt, nou, it's not like I care or anything like that, bugga. Ratchet is best soon. Ratchet is best soon, oh no. Nee. I guess it's all in twin tails later. In ieder geval, deze plek heeft wat van de vervelende bots om te krijgen. De ene is wat moeilijk om te vinden, want alles ziet er hetzelfde uit. De andere... heb je ooit Rayman 3 gespeeld? Nee. Wat is deze soort sub-minigame? Waar je met een raket door allemaal gaten heen moet gaan. En dat is het beste wat je hier moet doen. Alleen het is minder addicting. Heb je ooit SpongeBob the Movie gespeeld? Nee. Weet je, toch dat er op een gegeven moment bij SpongeBob the Movie, like, in de film, dat SpongeBob een gitaar krijgt of zoiets? Ja. Oh, en ik zit even nu na te denken, wanneer kreeg hij die gitaar? Buiten dat though, wanneer hij die gitaar krijgt, zijn er minigames waarbij je met de gitaar gewoon ringen heen moet schieten. Ja. Maar nu even serieus, ik heb even helemaal vergeten hoe de fuck, waarom de fuck kreeg ik ook een gitaar en waar? Oeh. Dat is gewoon random. Hij heeft gewoon een Super Saiyan kwast gekregen opeens. Was het samen met alleen een fucking gedeelte waarbij... was het gewoon die deel met waar hij begon te zingen en zo? Evenal, hier zit ergens een gold bolt. Ik denk hier. Ja, hier zit een gold bolt. Zoals in de volgende spellen gaat, houdt Ratchet al zijn upgrades? Nee. Of course. Hoe ben je fucking dom? Natuurlijk gaat hij het houden. Hoe zit het allemaal weg? Hoe zit met kleinste upgrade? Ook allemaal weggegooid. Nee, hij houdt de helikopter nog. Helikopter nog, I see. Maar de jetpack moet je weer terugkrijgen. Misschien heeft hij wel de jetpack eigenlijk twee keer in. Dat is niet echt zo erg goed. Ik weet alleen dat Ratchet zijn wapens weggooit. Dan denk ik, fuck, ik heb hem niet meer nodig.
Dit is een outdated wapen, dus ze zijn jammed en alles, ze zijn stuk, ze zijn roestig. Weet je, dit verhaal heen zijn de wapens een beetje kapot gegaan, dus het is beter om nieuwe wapens te halen, oké? En dan komt er met Clank met insight, of dat je die wapens moest maintainen. Maintenance? Maintenance? Oh no! That's game! Ik ben een robot, ik heb geen idee wat voor seksualiteit het is, maar die vrouwelijke robot is fucking bot as fuck. Ja, en voor van de reden kreeg hij voor de PSP spin-off een girlfriend, een vriendinnetje. Fucking robot. Fucking robot. Alright, what the fuck was dat? En toen heeft opeens de hoofdkarakter demoted naar de chauffeur. Hij had dringend geld nodig, maar er was geen probleem in de galaxy wat hij moest oplossen. Waarom de fuck is hij de chauffeur van Clank? Van alle dingen. Het is like hij heeft het geld nodig, Hens. Hij krijgt goed betaald ook nog. Fuck. Ik was veel te vertellen dat Clank hem gelijk een peaky bank heeft. Ja, like, de hele tijd heeft gestopt voor Regin. Ja, want Clank wilde eigenlijk een portable PlayStation 4 kopen. Maar Regin pakt steeds zijn geld af van de peaky bank, dus daarom heeft hij verstopt. Weet je waar Reds het voor koopt? Fucking Monster Energy elke 5 minuten. Jezus Christus. Dat is fucking zo. Je denkt? Great work, detective. Ah, dat is een sneeuwplaneet. Zo, gaan we glijden? Ja! Ja, we gaan glijden. Leuk. Niet zeggen als een andere planeet, maar we gaan glijden. Deze plek heeft vooral veel van deze kleine gasten hier. Je kan nu de walloper voor hun gebruiken, want eigenlijk... het is een melee wapen. Best wel redelijk. Doet veel best wel wat schade ook. Het beste ding volgens mij met deze wapen is gewoon hoeveel het vooruitgang je krijgt. Ja. Ah, tijd om te glijden. Zie deze ijsphysics? Oh man, deze is prachtig. Je hebt gelukkig de jetpack. Om het een klein beetje te vermijden, maar fuck deze ijsphysics zijn. Holy shit. Wat, jij moet uiteindelijk gewoon gaan mikken, toch? Wat is de bedoeling van dit? We moeten deze knopjes halen en we moeten... We gaan eerst Raritanium halen, dat is deze kant op. Daarna gaan we daar de... Proberen we de Planet Buster te stoppen, maar... We gaan niet echt op tijd komen, zo. We gaan ook een infobot zoeken voor om te weten waar Quark is, zodat we hem kunnen uitschakelen. Dat is een beetje het plan voor dit. Zo, we gaan een planeet vinden, of we gaan een planeetbussen stoppen. Renatanium. En Quark. Ja. Dat is leuk. Oh man, de ijsphysics in het spel zijn shit. Dat is nog erger dan Crash Bandicoot 2's ijsphysics. Heb je een medelijden met fucking... Met Ratchet wanneer die met de blote voeten buis loopt? Oef. Ik stof veel heel koud laminaat loopt. Daar hebben wij eerst de test die elektrische lasers. Nee. Tot aan de beste meter. Er was één detail dat je soms vergeet. Met als het een keer. Van een hookshot. Ja. Is dat het hij een windtap time heeft? Zeg maar, eerst moet raken voordat dit doet. Wat niet zo is in andere spellen, geloof ik. Kijk, daar is het altijd instant. Dat is iets wat ik had geleerd, dat ik een monster droog. En hun hookshot. Fucking hou van die hookshot en monster. Bij de wel, als er een soort event is in Final Fantasy 14, kun je dat like, altijd doen? Like, zoals Monster Hunter wilt, is dat nog steeds een ding? Ik weet niet. Dus ik kan even gaan kijken, ik denk niet dat ze die gaan weghalen. Ah! Ice physics! You're fucking idiot! Hey, dat kan me net. Weet je, I'm doing it. Alright, that's a good argument, I can win against that. Oh. Ik struggle zo erg met die ijsphysics. Oh fuck, hoe? Nou, jammer genoeg, bijvoorbeeld de Monster Hunter World shit was
een tijdelijk ding. Ja. Maar wel, tenminste kunnen we ons die karakter spelen van neer. Y'all wouldn't have any spare parts, would you? Was ook gewoon Nier crossover, toch? Was een Nier crossover, toch? Ja, en blijkt het gewoon een nieuwe ras, dus het blijft in het spel. Oh, fuck! Ah ja, als je het slaat, wordt het gewoon gefixt. Call me Sally. Thanks, partner. No problem. I suppose I could take that rock off your hands, too. Heck, here you go. Oh, nice. Some rare titanium. Nou, even rare titanium is dat geweldig. We kunnen uiteindelijk die fucking eilandplaneet afmaken. Ik kan het niet geloven. Well, let's move forward. Ik heb wat shit te doen.